Natuurlijk is er nog een relatie met het IMF. Het is echt geen organisatie waar je mee breekt. Aan het woord is minister Gilmore Hoefdraad van Financiën. Onze nieuwsdienst heeft vandaag een gesprek met hem gehad over onder andere de voortzetting van de samenwerking met het IMF. Hoefdraad zegt verder dat het niet vreemd is dat er verschil van mening bestaat over bepaalde uitgangspunten. Maar we hebben geen ruzie. We hebben een hele goede relatie met het IMF. Maar het is ons land. Het is onze verantwoording. En dat is wat wij van meet af aan hebben gezegd. In de verklaring die u heeft uitgegeven, geeft u aan dat er geen nadere concrete afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de uitvoering van het stabilisatie- en herstelplan. Nu hoor ik de oppositie, critici, die zeggen maar dat stabilisatie- en herstelplan komt toch van de regering zelf? Ja, het is ons programma. Dat hebben we van meet af aan gezegd. En we zijn ermee begonnen voordat het IMF eigenlijk kwam. En we praten over augustus 2015. U weet nog dat we die scherpe inkrimping van de uitgaves, de aanpassing van de brandstofbelasting, direct beginnen in te korten op de subsidies. Energie alleen was al 6% van het BBP in 2014. Het is niet te dragen. Dus we zijn daarmee begonnen. Volgens Hoefdraad heeft de regering daarna het herstel- en stabilisatieprogramma gepresenteerd aan het IMF, waarna er vanuit andere financiële instellingen zoals de IDB, CDB en de Wereldbank fondsen vrijkwamen. Met de eerste tranche van het IMF zijn de achterstanden van olieimporten betaald. Verder zijn de importen van medicijnen veiliggesteld, zegt Hoefdraad. Wat wij hebben gezegd is, kijk, de macro-economie is dynamisch. Zaken veranderen. In onze inschatting, zowel wij als het IMF zagen in 2015 de groei van 2016, een contractie die toch wel veel minder was dan wat het in werkelijkheid is geworden. En economics is not written in stone. We hebben gezegd van we hebben al heel hard bepaalde maatregelen genomen. Het fiscaal tekort hebben wij substantieel terug kunnen brengen. Dus voor ons is dit echt wel de tijd om een pas op de plaats te maken. Gilmore Hoefdraad, minister van Financiën. We spraken hem over de samenwerking met het IMF.